Goedemiddag. Van harte welkom hier in de kerk. Jullie hier aanwezig, eventuele gasten in ons midden. Mensen die thuis meeluisteren. Soms zijn er ook mensen die in dienst terugluisteren. Iedereen van harte welkom. We hopen op een goede, gezegende eredienst. En eerst een aantal mededelingen van de kerkraad. Ter vervulling van de vacature in het ambt van ouderling, die is ontstaan door de verleende ontheffing, stelt de kerkraad de volgende broeders kandidaat. De broeders Bert Bulder en Jacob Buist. Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend, zal de verkiezing, zo de Heere wil, plaatsvinden op zondag 9 februari aanstaande in de morgendienst. Kopij voor de VIA, dat is de kerkpost, kunt u tot uiterlijk morgenavond 6 uur inleveren bij de redactie. Na de dienst, deze dienst dus, is er gelegenheid om met mij en anderen door te praten over de preek, over de dienst. Want vanmiddag gaat het over het ambt van diaken. En dat is onderdeel van een serie over de ambten die ik samen met andere collega's in de regio doe tijdens de middagdienst. Van harte uitgenodigd. Dat is geen preekfeedback, maar meer bespreking samen het gesprek over het onderwerp. De eerste collecte is vandaag voor de kerk. De tweede collecte is voor het bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit. Vanmorgen hebben we in de gemeente voorbeden gedaan voor de familie van de Wal. Sjaak van de Wal, een nog jonge vader, is overleden na een kort ziekbed. En ook kinderen in onze gemeente zitten in de klas met kinderen van deze Sjaak van de Wal. Dus we hebben samen gebeden voor zijn vrouw en kinderen en voor alle mensen om hen heen. Ook de basisschool waar de kinderen op school zaten of zitten. Daar hebben we vanochtend voorbeden voor gedaan. Laten we nu een moment van stilte in acht nemen om ons te concentreren op God. Laten we samen staan voor wie dat kan onze afhankelijkheid beleiden. Genade. Barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We zingen over de dienstbaarheid in onze gemeente, passend bij het ambt van diaken, lied 163, dit huis en herberg onderweg. Thank you.
Laten we samen bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, goede en liefdevolle God en Vader. Wat een mooi lied. Een herberg langs de weg, een oase voor wie rust zoekt, genezing, pleister op de wond. Wat mooi dat u ons mensen samen als gemeente zo wil gebruiken, in dienst wil nemen. Dat u via ons rustgevend, genezend en helpend aanwezig wilt zijn. Dat we in elkaar, in elkaars zorg, liefde en aandacht iets van u mogen herkennen en zien. En tegelijk als we dat lied zingen, zoveel mooie woorden, een perfecte plek op aarde, daar wil iedereen bij zijn. Ja, dan ontdekken we ook, dat is niet iets dat we zelf even kunnen regelen. Want we kunnen elkaar ook teleurstellen. En we kunnen juist op die plek waar het zo mooi zou kunnen zijn, teleurstellen, verdriet ervaren. Als we dat lied zingen, dan ontdekken we ook dat dit echt iets is wat we van u mogen krijgen. En daarom willen we u bidden. Of u door uw geest in ons midden wilt zijn. Of u ons wilt aanspreken door uw woord. Ook als we gaan nadenken over het ambt van diaken, over dienstbaarheid in de gemeente, in ons persoonlijk leven. Wilt u door uw geest geven dat we aangemoedigd worden, bemoedigd. Dat we leren over dienstbaarheid in de Bijbel, in de gemeente. En dat we door uw geest en door uw kracht en met uw hulp ook voor elkaar kunnen betekenen. Wilt u geven dat deze dienst tot opbouw mag zijn van uw gemeente. Ook voor de diakenen in onze gemeente, maar voor iedereen van ons. We mogen allemaal namens u dienstbaar zijn, zoals Jezus Christus. Wilt u zo met uw liefde, met uw zorg en met uw aandacht in ons midden zijn, door uw geest. Amen. Nou, zoals al gezegd, gaan we verder met de serie over de ambten. De vorige keer heb ik het gehad over onderling vermaan, zoals dat in onze kerkorde heet, vroeger bekend als tucht. En we gaan verder en de tweede leerdienst heb ik toegewezen gekregen aan het ambt van diaken. Dat is een heel mooi onderwerp om het samen over te hebben. En we gaan twee gedeeltes lezen uit het Nieuwe Testament. Nou, lees die teksten mee met in gedachten het idee dat we het vanmiddag hebben over het ambt van diaken. 1 Petrus 4 vers 7 tot 11, Filippenzen 2 vers 1 tot 11. En de kinderen mogen natuurlijk naar de kinderclub. We wensen hen ook veel zegen toe. Hiernaast. Eén Petrus 4. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de ander daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vol vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen. Filippenzen 2. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had,
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, omdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Tot zover. We zien hier in deze schriftlezing Jezus Christus als dienstknecht, zijn looplijnen. Hij heeft vanuit de hemel zijn positie daar losgelaten en is slaaf, dienstknecht, dienaar, diaken geworden. We zingen ook over die looplijnen van Jezus Christus met opwekking 268. Hij kwam bij ons heel gewoon. Oh.
Ik wil samen nog een gedeelte lezen uit het formulier voor bevestiging van ambtsdragers en dan het gedeelte over de diakenen. Iedere keer wanneer een diaken bij ons wordt bevestigd, dan lezen we dit. En hier wordt de taak en de functie van de diaken heel mooi omschreven. Probeer voor jezelf eens mee te lezen en te ontdekken of er iets in staat wat nieuw voor je is. Barmhartig zijn voor mensen in nood, daar gaat het om in het werk van de diakenen. Christus is daarin een voorbeeld voor ons geweest. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over velen die in nood waren. In navolging van haar Heer zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek leed. De apostelen deelden uit aan alle mensen die iets nodig hadden. De Heer roept ook nu op tot gastvrijheid, offervaardigheid en barmhartigheid, om zwakken en hulpbehoevenden volop te laten delen in de blijdschap van de christelijke gemeente. Niemand mag daar ongetroost blijven in ziekte, eenzaamheid of armoede. Met het oog op deze hulpverlening heeft Christus diakenen aan zijn gemeente gegeven. We lezen hoe de apostelen speciale ambtsdragers liet kiezen toen ze zelf niet meer in staat waren al het werk in de kerk naar behoren te verrichten. De diakenen moeten ervoor zorgen dat de hulpverlening in en door de gemeente goed verloopt. Ze bezoeken de gemeenteleden thuis om zich op de hoogte te stellen van hun problemen of om hen aan te sporen anderen te helpen. Ze inventariseren de gaven van de gemeenteleden en zetten die in waar dat nodig is. Bovendien zamelen ze de giften uit de gemeente in, beheren die en delen die in de naam van Christus uit. Ze bemoedigen hen die de liefdegaven van Christus ontvangen met Gods goede boodschap. Ze zetten zich in voor de eenheid die de Heilige Geest in de gemeente brengt en laat ervaren aan het heilig avondmaal. De diakenen spannen zich er met woord en daad voor in dat deze eenheid zichtbaar wordt in de onderlinge liefde. Zo zullen we als gemeente groeien in liefde voor elkaar en voor alle mensen. Ik ga nog even samen met jullie terug naar die tekst uit 1 Petrus. 1 Petrus 4. De preek gaat over de versen 10 en 11. Dus die wou ik nog één keer met jullie lezen. 10 schrijft Petrus het volgende aan de gemeentes in Klein-Azië. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. De fotograaf Eric Pickersgill, Amerikaanse fotograaf, heeft onlangs nogal wat losgemaakt. Is wereldwijd in de aandacht gekomen met een fotoserie onder de titel Removed. Deze fotograaf heeft een tijd lang mensen gevolgd en gefotografeerd die in gezelschap hun smartphone gebruiken. Eenmaal thuis heeft hij uit die foto's de smartphone weggeshopt. Weggefilterd. En daarmee creëert hij toch wel een confronterend effect. Want als je die foto's bekijkt, waaronder deze in beeld, dan zie je ineens wat voor vreemd gedrag wij mensen soms in elkaars gezelschap vertonen. Als wij, terwijl we bij elkaar zijn, naar onze telefoon zitten te kijken. Het lijkt wel alsof we alleen en eenzaam zijn, verslaafd
afgestompt. Dat we het moeilijk vinden om contact te maken. En dat terwijl uit verschillende onderzoeken steeds weer blijkt, denk ook aan het stuk kantelkansen wat ons diaconaal steunpunt ook in de openbaarheid heeft gebracht. Uit steeds nieuwe onderzoeken blijkt weer, juist vandaag vinden we echt contact, echte vriendschap, echte nabijheid. Dat vinden we belangrijk. Juist in tijden van drukte, van allerlei social media, verlangen we intens naar echt contact. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat persoonlijk? Richting de mensen van wie je houdt? Hoe doe je dat binnen je gezin, thuis of op het werk? Hoe doe je dat in de gemeente? Juist in tijden van waarin zoveel verandert, waarin zoveel op ons afkomt, waarin er zoveel van ons gevraagd wordt, waarin we zoveel moeten. Hoe kun je echt contact maken? Hoe kun je elkaar echt helpen met aandacht en zorg en voor elkaar zijn? Is dat mogelijk zonder schuldgevoel, zonder gevoel van tekortschieten voor alle hulp die je niet kunt geven aan de mensen binnen en buiten de kerk? In deze preek zullen we ontdekken dat er een God is die het ons heeft voorgedaan. Met zorg en aandacht dienen. En dat niet alleen. Ook vandaag wil die God ons, jou, dienen door jou te helpen om een ander te dienen. En daarvoor geeft hij genadegaven en de kracht van zijn geest om vol te houden. Dien elkaar. Dat is wat de apostel Petrus tegen de verschillende gemeentes in Klein-Azië, huidige West-Turkije, schrijft. Dien elkaar. Je zou het ook kunnen vertalen met diaken elkaar. Wees diaken voor elkaar. En als je het zo vertaalt, dan is dat zinnetje dien elkaar toch wat minder een open deur dan je in eerste instantie zou denken. Dat zou je nog scherper in beeld kunnen krijgen door te kijken naar wat er niet staat. Er staat namelijk niet zoiets als stel in je gemeente diakenen aan, want dan hoef je het zelf niet meer te doen. Dat staat er niet. Er staat dien elkaar. Het is dus heel belangrijk om dat hier goed scherp te zien. En het is belangrijk om dat tegen elkaar te zeggen en te beseffen. Wat er wel staat, dien elkaar. Waarom is dat zo belangrijk om te zeggen? Nou, soms lijkt het er wel eens op alsof we dat formulier, dat bevestigingsformulier, en zelfs de kerkorde, daar staat het ook in, dat het elkaar dienen allereerst een taak is van de gemeente zelf. Van ieder van ons persoonlijk en wij samen. Dien elkaar. En diakenen, die zijn er vooral om ons daarbij te helpen. Zij zijn er eigenlijk om ons te stimuleren. Help elkaar. Dus het is niet een kwestie van diaken aanstellen en het afschuiven. Petrus roept ieder persoonlijk op. Dien elkaar. Maar hij doet meer. Door het woordje diakonos, diaken, te gebruiken, wijst hij ook naar zijn grote voorbeeld. Van wie je de kunst af kunt kijken. Diaken. Dat gaat in het Nieuwe Testament bijna altijd over Jezus Christus. Zoals we hebben gelezen in de brief aan de Filippenzen. Hij liet die prachtige status die hij bij God in de hemel had, die liet hij los en hij werd mens om zijn vader, zijn leerlingen, alle mensen en ook jou en mij vandaag te dienen. Kijk maar naar zijn leven zoals dat beschreven staat in de verschillende evangelieën. Hij diende zijn ouders. Hij diende zijn hemelse vader perfect en volmaakt. Hij bediende Satan van een weerwoord. Hij waste de voeten van vissers. Hij sprak geïnspireerd over een barmhartige Samaritaan. Hij legde zieken en melaatsen de handen op. En hij gaf zijn leven voor zijn vriend.
Dat zijn de looplijnen van Jezus Christus. Hij kwam uit de hemel en maakte zich klein. Voor Petrus, een van die eerste leerlingen, het voorbeeld van dienen, diaken zijn. Maar ook voor zijn lezers. En via zijn lezers ook ons vandaag. Als we deze brief van Petrus, die visser, die maar niet wilde dat zijn voeten werden gewassen. Die brief ligt vandaag voor ons. Ook vandaag is Jezus Christus ons voorbeeld. Dien elkaar. Dien elkaar en beheer de genadegave. Dat is de volgende belangrijke zaak die Petrus meegeeft aan die verschillende gemeentes in die regio. Dien elkaar en beheer de genadegave die je van God krijgt. Dat is wel bijzonder, want de gemeentes hoeven dat dus niet allemaal zelf uit te vinden. Hoe gaan we elkaar dienen? Moeten we heel erg ons best doen? Wat kunnen we allemaal organiseren en regelen? Nee, God geeft het. Ook vandaag. Hij regelt en leidt dat zelf. Hij geeft genadegaven. Veelkleurige genadegaven. En die hebben wij in beheer. Je zou dat woord wat daarvoor staat kunnen vertalen met, of er staat eigenlijk zoiets als econoom. Rentmeester, beheren. Het zijn dus gaven die we ontvangen van God. Ze zijn niet van mij of jou zelf. Ze zijn van God. Hij geeft ze in beheer tot opbouw van de gemeente. De een kan goed luisteren en begrijpen, bidden. Weer een ander kan iemand, een ouder iemand in de gemeente helpen bij het onderhouden van de tuin of het doen van boodschappen. Weer een ander kan helpen bij financiën, de post of het werken met een pc. En weer iemand anders is juist goed in analyseren. In beleid uitstippelen, keuzes maken. Zo hebben we allemaal verschillende gaven in beheer gekregen. Dus het is zaak om ze niet te laten verstoffen of te verwaarlozen, maar bij jezelf en bij anderen te herkennen en dat bij elkaar te stimuleren. Om op die manier de gaven voor de gemeente en voor God in te zetten. Eén van die genadegaven hebben wij, de dienst van barmhartigheid, die hebben wij ondergebracht in het ambt van diaken. Maar als we heel eerlijk zijn en we lezen het Nieuwe Testament, dan komen wij het ambt van diaken zoals wij dat vandaag in onze gemeente invullen, komen we niet op precies dezelfde manier tegen in het Nieuwe Testament. Er worden wel op verschillende plekken wordt er wel iets gezegd over dienen, over diakenen. Neem die tekst van het bevestigingsformulier, Handelingen 6. Daar worden 7 wijze mannen aangesteld om arme mensen te helpen. Maar die worden geen diaken genoemd. In Filippenzen en Timotheus worden wel diaken genoemd, maar staat er juist weer geen taak omschrijven. Tychicus, Epaphras en Apollos worden diaken genoemd, maar die zijn vervolgens vooral aangesteld om het evangelie te verkondigen. Romeinen 16... Febe wordt diaken genoemd, maar haar taak is veel breder als wat wij vandaag zien als het ambt van diaken. In het Nieuwe Testament vind je geen blauwdruk voor het ambt van diaken zoals wij dat vandaag kennen. Is dat erg? Is dat iets om van te schrikken? Nee. Als je naar de Bijbel kijkt, dan zie je dat barmhartigheid en gerechtigheid een hele belangrijke rode lijn is. In het Oude Testament geeft God hele bijzondere regels aan het volk Israël. Om weduwen, om wezen, om armen, vreemdelingen te helpen. Profeten waarschuwen koningen en het volk om barmhartig te zijn. En gerechtigheid toe te passen. Hele felle kritiek uit te zetten. En in het Nieuwe Testament wordt iedere gemeente opgeroepen om te dienen. Het is een hele belangrijke rode grondlijn in de hele schrift. Dien elkaar. En daarom is het ongelooflijk mooi dat wij vandaag een ambt van diaken hebben. Om op die manier Christus bij elkaar te representeren. Onze handen waarmee wij elkaar helpen, dat zijn indirect de handen van God. Waarmee jij iemand vervoert. Waarmee jij voor iemand bidt of iets voor iemand doet. Via jou wil God aanwezig zijn, nabij zijn, met aandacht en zorg in het leven van anderen. En via anderen wil God in jouw eigen leven,
heel dichtbij zijn, contact maken, voor je zorgen. Dien elkaar en beheer de genadegaven vanuit de kracht die God je geeft tot zijn eer. Er is dus nog meer wat Petrus aan de gemeente mee wil geven. Dien elkaar, beheer de genadegaven en doe dat vanuit de kracht van God. Help elkaar vanuit de kracht van God tot zijn eer. Dat klinkt als bekend. Dien elkaar, beheer de genadegaven. Maar denk je eens voor eventjes in hoe dit is geweest voor die eerste christenen. Die vaak onder grote druk stonden. Die hadden echt niet meer tijd of rust in hun leven dan wij vandaag. En toch worden ze opgeroepen om elkaar te dienen. Ze waren vaak maar een klein groepje in grote steden. Ze werden genegeerd, geboycott, gediscrimineerd, geïntimideerd, vervolgd. En toch die opdracht om elkaar te dienen. En dan niet alleen, ook de samenleving. Zelfs als die samenleving tegen je is, beantwoord die haat met liefde. Beantwoord die tegenwerking met dienstbaarheid. Kun je nagaan. Dat mag ons best even stilmaken. Dat de eerste christenen in die omstandigheden toch dienstbaar waren. En dat toch als opdracht meekregen. Dat mag ons best even prikkelen. En tegelijk is het heel belangrijk om hier toch goed te lezen. Er staat namelijk, dien elkaar, help elkaar vanuit de kracht van God. Dat is een heel belangrijk zinnetje. Waarom is dat belangrijk? Misschien herken je dat wel. Dat je je schuldig voelt. Dat je er niet altijd zo bent voor die ander zoals je zou willen. Dat je geen tijd kan vinden. Geen rust voor echte zorg en aandacht. Dat je zo graag zou willen helpen. In je familie, in je vriendengroep, in het dorp, in de kerk, in de wereld. Maar dat je je tekort voelt schieten. Dien elkaar, help elkaar vanuit de kracht van God. Vraag altijd aan God of Hij je kracht wil geven. Of Hij je op de goede plek de energie wil geven om te helpen. Ga je jezelf voorbij rennen? Ga je veel meer doen dan jouw eigen schouders kunnen dragen, aankunnen? Dan is dat niet tot eer van God, maar tot eer van jezelf. Help elkaar vanuit de kracht die God je geeft. Alleen op die manier kun je het geïnspireerd en met liefde en dankbaarheid blijven doen. Door te kijken naar welke gaven God je geeft. En door aan te sluiten bij de kracht die God je ervoor geeft. Doe je meer dan dat, dan is het niet meer vanuit de kracht van God en ook niet tot zijn eer. Vergeet daarom nooit. Help elkaar vanuit de kracht van God. Dien elkaar en beheer de genadegaven en doe dat vanuit de kracht van God tot zijn eer. Even drie reacties, zoals ik dat wel vaker doe, voor jullie om erover te reflecteren. Eerste reactie. Wat ik mooi vind om te ontdekken en waar ik me niet zo bewust van was, is dat God via mij aanwezig wil zijn in het leven van een ander. Dat is best wel een mooie gedachte. Via mij, via jou. Jouw handen zijn de handen van God. Dat is wel heel bijzonder. En zo hoef je niet alleen naar jezelf te kijken, maar ook naar de hulp die je van anderen krijgt. Heb je dat al eens beseft? Dat God op die manier dicht bij jou wil komen, voor jou wil zorgen, met aandacht? Tweede reactie. Ik was me daar nog niet zo van bewust dat diakenen er eigenlijk vooral zijn om mij te helpen om te dienen. Zo had ik er nog niet naar gekeken. Eigenlijk is dat wel een mooie vraag die een diaken altijd aan mij of aan anderen zou kunnen stellen.
Wat kan de gemeente voor jou betekenen? Maar wat kan jij ook voor de gemeente betekenen? Diakenen zijn er vooral om ons verder te helpen en voor elkaar te zijn. Namens God. Derde, laatste reactie. Wat ik persoonlijk wel bemoedigend vind aan die tekst uit 1 Petrus 4 is dat Petrus zegt vanuit de kracht van God. Ik denk dat mij dat wel kan helpen om er op een goede manier voor de mensen om mij heen te zijn. Dat ik mijzelf niet voorbij loop, dat ik niet te veel doe dan ik aan kan. Dan is het ook niet tot eer van God. Het is wel goed voor mij om te onthouden. Als ik weer twijfel of ik ja of nee moet zeggen. Als er een vraag, een hulpvraag op mij afkomt. Dien elkaar, beheer de genadegaven en doe dat vanuit de kracht van God. Alleen zo is het tot eer van zijn eigen naam. Laten we God danken dat hij het ons voor heeft gedaan door Jezus Christus. Met zorg en echte aandacht dienen en er voor anderen zijn. En laten we God danken dat hij het niet alleen voor heeft gedaan, maar dat hij ons ook wil helpen te dienen door de gaven en door zijn kracht te geven. Laten we God danken dat jij voor de ander iets van God mag laten zien en dat God via de ander ook naar jou toekomt. Amen. Als amenlied zingen we opwekking 378, vers 1 tot en met 4. Laten we samen, voor wie dat kan, staan ons geloof belijden door te luisteren naar de apostolische geloofsbelijdenis. En u mag die beamen als gemeente met het vijfde vers van hetzelfde lied. Laten we, voor wie dat kan, hierbij gaan staan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we samen bidden. Heere God, zegen ons met onrust, overgemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mogen zijn in onze harten. God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we ons gaan inzetten voor veiligheid, rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. God, zegen ons met verdriet voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost, om pijn in vreugde te veranderen. En God, zegen ons met voldoende dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Maar wat mogelijk is in Jezus Christus door zijn geest. Amen. We bidden zingend verder met lied 262 uit de bindel Weerklank. En daarna is het tijd voor de inzameling van de gaven. Thank you.
Mogen Christus, die wandelt op doorboorde voeten, met jou wandelen op de weg. Mogen Christus, die dient met doorboorde handen, jouw handen uitstrekken om te dienen. Mogen Christus, die lief heeft met een doorboord hart, jouw hart openen om lief te hebben. Dat je mag zien het gezicht van Christus in ieder die jou zal ontmoeten. En dat ieder die jou ontmoeten zal, het gezicht van Christus in jou zien zal.